We rijden mee met de regio Limburg-Zuid bij Zwalmen op de Rijksweg A73. Surveillante Frans en Roel zitten achter de bestuurder van een Volkswagen Golf die zich niet aan de limiet van 90 houdt. Ja, ik kan wel op de rekenen. 42 hoeven we net op. Je kunt het hebben. Ja, hè. Ja, is overal op alle stukken. Ja, maar iedereen weet. Iedereen houdt zich er redelijk aan en hij rijdt er van even af. Wegwerkzaamheden plaatsen, de borden erbij. Frans spreekt de bestuurder aan op zijn snelheid bij de wegwerkzaamheden. Goeiedag meneer. Mijn naam is Bomas, verkeershandhavingsteam Limburg-Zuid. Ja, ik zou graag even uw rijbewijs zien meneer. Dank u vriendelijk. Maar meneer, er staan overal borden 90. Ja? Die staan al vanaf Kernzijde tot hier. Ja, maar en u heeft zich niet één keer eraan gehouden, niet één stukje. Nee, ik ben gebeld, iemand is overleden. Ja. Dus ik heb het helemaal niet in de gaten, dus ik reed de hele weg gewoon 120, 125 op de cruise control. Dan vind ik het heel raar, want ik heb een hele hoge snelheid gemeten, dus dan is zo'n cruise control kapot. Ja, daar heb ik het niet in de gaten gehad. Nee, dat zou best. Nee, maar goed, je brengt jezelf, maar anderen ook in gevaar daardoor. Nee, oké. Die weg, daar is bijna geen vluchtstrook. En dan blaas jij met 130, 140 overheen. Heb wel 90. In de gaten gehad, nee, dat zou best. Nee, maar je krijgt er wel een bekeuring voor. Ja, ik ga even kijken. Iemand overleden, weet je wel. Ja, dat kan. Maar dat geeft jou geen vrijbrief om zo hard te rijden. Nee, maar ik reed van daarvoor mocht je wel gewoon 120 rijden, weet je wel. Ja. Ik heb al die tijd gewoon een knopje ingehad en dan heb ik een bericht gekregen. Ja. Dus heb ik niet in de gaten gehad, weet je wel. Nee, oké. Op welk net kom je nou dan met dit? Dat legt die meneer je dadelijk allemaal uit. Op een Limburgse televisie? Nee. Niet op de Limburgse. Als die oude dadelijk weer ziet, dan weet je alweer hoe laat het is, hè? Ik weet niet wie je bedoelt met de ouwe, maar... Die papa is die ouwe, of niet? Goed. Kun je niet een beetje iets tegemoet komen? Ik heb het niet vader gehad, weet je wel. Nee, ik kan hier niks tegemoet komen. Ik ga even een seintje geven, jongen, doe even rustig aan. En ik kijk, ach ja. Ja, maar goed, het staat allemaal... Ik zeg nogmaals, je zit 3 kilometer van de invordering af. Ja. Ja. Dat vind ik geen goede zaak. Oké, maar als het nou 120 was, laten we zeggen. Ja, maar die is het niet. Nee, oké, maar ik heb het nog niet in de gaten gehad, joh. Nee, ja, oké, maar... Ik rijd nog niet harder dan 10, 15 kilometer. Er staat om de anderhalf tot 2 kilometer staat een heel groot bocht met 90. Ja, maar zo in de avond in het donker en je kijkt, maar jij hebt licht op de auto, toch, of niet? Wel, maar... Goed, je hoeft geen antwoord te geven, maar waarom reed je te hard? Ja, weet ik veel. Ik rijd altijd wel iets harder, maar normaal nooit zo hard. Ik heb wel niet in de gaten gehad dat het 90 was, maar... Ik heb alweer een lange tijd geen bekeuring gehad, dus het zal alweer straf zijn misschien. Huh? Ik weet het niet of dat zo is, daar kan ik niet over oordelen. Wat moet geintje kosten dan? Dat weet ik niet, ik had de officier beslissen. En die kijkt dan even naar jouw verleden enzovoort. Maar dit is de eerste keer dat ik aan mee ga voor het had, laat me zeggen. Ja goed, als je een keer geflatst bent of zo, ik weet niet hoe lang dat geleden is. Ja, maar deze auto is normaal mijn moeders naam, weet je wel. Nee, dat maakt allemaal niet uit. Ja, maar als ik rijd, en de auto staat op mijn moeders naam, normaal rijdt mijn moeder die altijd mee. Ja. Daar heb ik hem toevallig bij, maar dit is de eerste keer dat ik word aangehouden. Dat heeft niks met deze auto te maken. Nee, oké. Nee, maar goed. Nou ook niet, want de bekeuring komt op jouw naam en op jouw adres, niet op die van je moeder. Okay. Snap je? Hij vindt het ook mooi allemaal hier. Het liefst wil die Sinek aan mijn dak gaan, geloof ik. Ik vind het altijd mooi, televisie. Het is de buitenland is allemaal, weet je niet? Dat weet ik niet, ik heb er niet zo'n ervaring mee. Ik heb een keer gezien dat er zo'n Turk aan hield, zo'n S, weet je wel? Dat hij aan het schreeuwen was. Dikke Turk in S-klas, heb je gezien? Nee. Jullie zijn helemaal gek! Een Turk rijdt met zo'n S-klas, jullie nemen mijn rijbewijs over. Wat een kutvolk zijn jullie. Ik moet dit kutland verlaten. Dikke Turk in S-klas, heb je gezien? Nee. Dat is jammer. Dat was echt een mooi stukje met de camera. Daar hou ik me eerlijk gezegd allemaal niet zo mee bezig. Goed, ik krijg voor mij dit bonnetje mee dadelijk, in ieder geval dit printje. Nogmaals, over een aantal weken zal... een kopie van die film, of niet? Dan moet je even met hem regelen. Je rijbewijs. Misschien krijg je nog wel een beetje betaald. Ja, goed. Probeer even wat te onderhandelen met hem. Misschien zit er wat in. Ja, kan het niet helpen. Ja? Ja. Ik wens je toch een goede reis verder. Deze bestuurder mag weer verder. En aangezien de overtreding bij wegwerkzaamheden plaatsvond... zal de officier waarschijnlijk een extra hoge boete opleggen.